Mijn huis verduurzamen? Waar ga ik beginnen? Moet ik gaan isoleren? Kan ik mijn cv-ketel nog vervangen? En wat leveren zonnepanelen me op? Voor alle antwoorden, kijk op emnesenergie.nl. Hallo, ik ben Ton Dame. Ik woon sinds 10 jaar in Emnes. En toen wij hier kwamen wonen, weet ik dat ik het belangrijk vond om iets te doen voor een betere leefomgeving in Emnes. En ook iets voor Emnesers in het algemeen. Daarom ben ik lid geworden van Emnes Energie. En inmiddels ook gecertificeerd energiecoach. Ik ben energiecoach geworden omdat ik me kan voorstellen dat er meer Emnesers zijn zoals ik. Die zich afvragen wat we kunnen doen om een beter leefklimaat in Emnes te creëren. Of wat ze kunnen doen om hun energierekening te verlagen. Of een beter rendement te halen op hun investeringen. Wat ze kunnen doen om het comfort van hun huis te verbeteren. Of sowieso een gezonder klimaat in huis. En dat er mensen zijn die het leuk vinden om een beetje voorop te lopen. Als het gaat om milieuvriendelijke maatregelen. Als energiecoach ben ik eigenlijk een soort buurman met kennis. En wat vraag je nou zo'n buurman met kennis? Wat voor maatregelen kan ik nemen is een vraag. Waar kan ik het best mee beginnen, zodat ik later geen spijt heb? Wat leveren die maatregelen me op? En is het misschien leuk om met de buurt een buurtgesprek te organiseren over energiebesparende maatregelen? Kan zo'n energiecoach mij daar misschien bij helpen? Noem eens wat voorbeelden van maatregelen die je zou kunnen nemen. Goed isoleren als je geen energie verbruikt. Dan kost het je ook verder niks. Wel goed blijven ventileren. Zonnepanelen, altijd een no-brainer. Zonnecollectoren, als je zomers ook veel doucht. Sowieso als je veel doucht of tieners hebt die lang douchen. Een warmte-terugwininstallatie, zodat je de warmte van het warme water wat wegspoelt, weer gebruikt. De gemiddelde cv-ketel gaat zo'n 12 jaar mee. Ga je hem vervangen voor een HR++-ketel. Houd er dan wel rekening mee dat je de watertemperatuur niet hoger is dan 60 graden. Alleen dan heb je een hoog rendement. Maar je kunt natuurlijk ook kiezen voor een warmtepomp, volledig op elektra. Wist je dat het letterlijk de helft kan schelen als je bewust met je energie omgaat? Als je niet elke kamer verwarmt, met name kamers waar je nooit komt, hoeft helemaal niet de verwarming aan te staan. Als je de nachttemperatuur op 15 graden zet. 1 graad lager stoken scheelt 100 euro per jaar. Alle lampen vervangen voor LED-lampen is natuurlijk voor de hand liggend. En een minuutje korte douchen scheelt ook al snel een hoop. Nieuwsgierig worden, of misschien wil je een afspraak maken met een energiecoach, zoek dan je energierekening van het afgelopen jaar even bij elkaar. Dan kunnen we zien wat je dit jaar verbruikt hebt. En meld je aan op de site van Emnes Energie. Kom dan langs voor een keukentafelgesprek van een half uurtje en we kijken even rond in de woning. Dit kan allemaal ook online. We maken samen een reisplan zodat jij een duurzamer, comfortabeler en energiezuinige woning krijgt. Iedere Emnesser kan duurzaam zijn. Doe jij ook mee? Neem contact op met een van onze gecertificeerde vrijwillige energiecoaches.